Leden van de Bond van Personeel Brandweer Suriname zijn vanmiddag getogen naar het regeringsgebouw en hebben daar een gesprek geëist met de vicepresident. We zijn boos en we willen dat wat ons beloofd is. Dit waren enkele reacties van brandweerlieden die enorm verhit waren. Interim bondsvoorzitter Wendel Oosterwalde vertelde kort voordat de groep naar het regeringsgebouw trok aan onze nieuwsdienst dat de leden heel erg ontevreden zijn omdat de autoriteiten hun beloftes over het wensenpakket van de bond niet nakomen. De leden zijn ontevreden en ze zijn het wachten bui. Je moet weten dat we na die LV van 29, waar meneer Seedorf is afgezet, hebben we brieven gestuurd naar de werkgever, in deze minister, maar ook naar de vicepresident. Maar men heeft niet meer gereageerd op onze brieven. Er is een convocatie de deur uitgegaan en dat moet je landelijk doen, je moet iedereen uitnodigen. En die convocaties worden naar de verschillende posten gestuurd, ook de buitenposten. Wie niet kan komen, men is natuurlijk ook solidair met wat er hier gaat gebeuren. De leden besloten na een ALV vanmorgen de vicepresident zelf om rekenschap te gaan vragen. Zij werden er echter te woord gestaan door een vertegenwoordiger van de vicepresident. De leden bleken niet tevreden met het gesprek en stonden erop de vicepresident of de minister van Justitie en Politie te zien. Uiteindelijk werden zij uitgenodigd om met de minister aan tafel te zitten. We hebben geen geld. Men geeft altijd aan, ze hebben geen geld, ze hebben geen geld. Maar men geeft prioriteit aan andere zaken en men laat de brandweer gewoon links. En dat kan niet, dat gaan we niet meer pikken. De kazernes zijn niet onbemand. We hebben hier de Gemeentelandsweg enkele posten binnen Paramaribo. Maar die buitenposten zijn, men is gewoon aan het werk. De bondsleden geven aan op kort termijn resultaten te willen zien. Enkelen gaven aan niet met de minister te willen praten, omdat die na herhaaldelijk overleg nog steeds geen schot in de zaak kan brengen.